Aanvallen Kids is een... Persoonlijk vind ik het een prachtig project. Een mooi samenwerkingsverband dat wij aangereikt hebben gekregen vanuit Almere City. Om kinderen van de obesitaskliniek meer plezier weer te laten krijgen in bewegen. 20 weken lang kunnen 20 kids onder begeleiding 2 keer in de week bewegen. Goed zo jongens. 5 burpees. En zo hopelijk lekker weer plezier krijgen in bewegen. Zich zekerder voelen. Misschien ook een beetje... Afvallen hoeft echt helemaal niet, maar vooral plezier krijgen in bewegen. Ik vind gezond gewicht voor de kinderen vind ik heel erg belangrijk en daar dan een bijdrage in doen. En wat ik heel belangrijk vind is beweging aanbieden en wij zijn de bewegingsspecialist. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk om daar iets in te betekenen. En de combinaties van het voetbal en wat wij aan te bieden hebben, dat is uniek. En ik denk dat dat heel leuk is. Echt het groeiproces zagen we, ja, maar ook echt het groeiproces van een persoon zelf, zeg maar. Hè? Waarin we bijvoorbeeld zagen dat iemand heel verlegen binnenkwam en daarna de groep opjutte om een bepaalde spelvorm te winnen, zeg maar. Dus dat waren echt hele leuke dingen. Ja, zeker weten. Ik had meer vrienden gekregen daardoor en ik voelde me ook wat energierijker. Nee, bewegen, vitaliteit. Hè, die staat met grote letters boven ons maatschappelijk programma Almere in the City. Het bewegen onder de jeugd staat daar dik gedrukt onder. En daar past dit eigenlijk perfect in. Ja, het mooie is dat omdat dit een van de projecten is binnen Almere in the City, een van de 6 CAM-projecten, zorgt het er ook voor dat spelers betrokken zijn in dit project. Zij zijn ook eigenlijk de coach. Van alle kinderen. Dus ze stimuleren ze, ze zijn aanwezig tijdens beweegmomenten. Ze geven opdrachten, maar ze zorgen er vooral voor hè, dat vanaf begin tot eind er een stijgende lijn te zien is. Hè, waarin ze, nou, wat ik zeg, echt als coach aanwezig zijn voor de kinderen. Nou, daarnaast is het voor de kinderen ontzettend gaaf om hier in het stadion, in het vernieuwde Jammerstadion, beweegmoment te hebben. We gingen vooral spelletjes doen. En dan op een leuke, lieve manier. En we gingen ook met balspellen doen. En dan hebben we steeds een eindspel en dan ga je voetballen of handbal. Ja, we gingen één keer koken. Toen was er een chefkoek bij ROC. Toen gingen we bijvoorbeeld paddenstoel maken met eitjes en tomaatjes. En iets met paprika, komkommer en wortel en zo. We hebben ook nog een kookworkshop gedaan natuurlijk. En we hebben iedereen heeft ook wel wat individuele adviezen nog extra gekregen. En we gingen de laatste training gingen we survivalen, gingen we klimmen en in de modder spelen vooral. Ik heb een aantal van mijn eigen kinderen weer teruggezien. Die hebben punt 1 heel veel plezier gehad. Een aantal hebben zich aangemeld bij een fitnesscentrum of bij een voetbalclub. Hebben ze ook gedaan. En hebben dus echt dat bewegen wel tot zich genomen en als way of life erbij gepakt. En ik zie zelf nog meerdere die ik behandel hier in de praktijk, hier in deze zaal ook, dus dat is heel leuk. En sommigen die doen ook crossfit buiten, we hebben een crossfit kidsgroep. En die sporten daar nog steeds en zelfs sommigen die na een foutje die ze hebben gekregen ook een abonnement wel hebben afgesloten. Dus we monitoren. De meeste monitoren we nog in de zin van dat ze echt nog bezig zijn bij ons of in iets anders, dus dat is leuk. We hebben in de cijfers natuurlijk ook nog leuke dingen teruggezien die natuurlijk niet super belangrijk zijn voor het plezier, maar wel voor hun gezondheid. En daarin zie je toch wel dat het spiermassa is toegenomen, zeker.